Ik vraag op het podium de juryvoorzitter Marloes Krijnen, directeur van Foam Amsterdam. Van dat mooie museum Foam, wat is er vernieuwend in de fotografie? Kun je dat zeggen? Ja, nou, dat was natuurlijk een hele belangrijke voor ons om naar achter te komen. En ook voor de eerste keer deze fantastische prijs. Maar ja, er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar het aan kan liggen. Het kan de inhoud zijn of de vorm. En een heleboel mensen dachten dat het in techniek zou zitten. En is dat niet zo dan? Nou ja, er waren een heleboel mensen die alleen maar foto's met een geluidje eronder of een klein interviewtje of net de verkeerde muziek. En dat was natuurlijk wel een beetje jammer. Dus dat was het niet alleen. Als je zegt dat vernieuwend is, dat het qua vorm vernieuwend moet zijn of qua inhoud. Ja, dat klinkt alsof dat al 100 jaar, een adagium van 100 jaar is. Dat bestaat, is altijd zo geweest rond fotografie. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat deze tijd wel hele speciale dingen van mensen vraagt. Maar ook samenwerking. Ik denk dat fotografen het niet meer alleen kunnen. Dat bij een boek een vormgever van belang is. Fotografen kunnen het niet meer alleen. Zo, even een uitspraak. Ja, nou ja, ik denk dat het wel zo is. Dat je jezelf niet moet overschatten. En dat het ook goed is om samen te werken. Dat ieder zijn eigen kwaliteiten heeft. En dat maakt dat het iets heel bijzonders wordt. Dat kan heel vernieuwend zijn. Oké, Marloes. Blijf hier lekker staan. Aan de zijkant hier gaan we zo de prijs uitreiken. We gaan eerst eens even kijken naar de nominaties. Er zijn 3 nominaties. Zien we hier op het scherm. Rob Hornstra, On the Other Side of the Mountains. Tussen haakjes, krant als expositie. Rob Hornstra gaat dus samen met schrijver, filmmaker Arnold van Brugge 5 jaar lang de stad Sochi en omgeving volgen. Aan de Zwarte Zee in Rusland, waar in 2014 de Olympische Spelen plaatsvinden. Mike Roelofs, Resilience, een fotoboek. Over de Roma's in Roemenië. Dat was in december 2010 al te zien in Eindhoven tijdens de tentoonstelling Strip. En Damon Xantopoulos, Detroit, een stad in verval. Er zit ook wat muziek onder, hoort u er zachtjes onderlangs. Schetst daarmee het beeld van de economische crisis in de Verenigde Staten. My name is Brenda Beard. I'm 42 years old. Goed, dat waren de 3 genomineerden. Ik roep naar voren de man die de prijs mede uit gaat reiken. Martin Trampen, directeur van Canon Nederland. Meneer Trampen, even een persoonlijk vraagje. Ik werk zelf in de televisiewereld. Daar valt mij op dat alle mensen die vroeger hele grote camera's hadden, Ikigamas, allemaal weg, allemaal de deur uit en die gaan allemaal over op een toestelletje van nu en maken daar tegenwoordig televisie mee. Kent die ontwikkeling? Ja, die ken ik heel goed. Schaap met de 5 poten, laatste aflevering is gefilmd met een fototoestel en heel wat documentaires zijn ermee gemaakt. De techniek staat voor niks, het gaat steeds verder. En waar eindigt dit? Dat we met een heel goed telefoontoestel documentaire kunnen draaien? Nee, helemaal niet. Want dat krijgt u niet voor elkaar met Canon. Wij zitten niet in een telefoontoestel, Wilfried, dus dat gaat zeker niet gebeuren. Nou, dan ga je dan ongeveer over de kop, over 1 jaar of 10. Nee, helemaal zeker weten we niet. Goed, de Canonprijs, belangrijke prijs. We gaan maar kijken wie gewonnen heeft, toch? Ja, spannend. Daar gaan we, de winnaar. Rob Hornstra. Daar is Rob Hornstra. Die bezig is dus de stad Sochi. Als documentaire, maar dan fotografische documentaire bij te houden in de aanloop naar de Olympische Spelen 2014. Rob Hornstra. Daar is Rob Hornstra. Gefeliciteerd. Ja, Rob, draai nog eventjes, kijk nog even terug. Ik draai even naar de camera, of draai even naar de mensen. Zeg maar, wat is er? Nou, hier hoort Arnold van Brugge ook erbij, want het is de mede-auteur van... Zei ik net. Nou, haal hem erbij. Ik weet niet waar hij is, maar Arnold... meestal staat hij bij de bar. Meestal staat hij bij Arnold van Brugge. Haal hem bij de bar vandaan, want hij is schrijver, filmmaker, werkt mee aan dit project. Hij komt er zo aan, denk ik. Ondertussen, je gaat 4-5 jaar lang Sochi volgen. Je bent al een tijd bezig. We gaan de regio Sochi volgen en daar hoort dit onder meer ook bij. En de Olympische Spelen, die zijn dat is een fantastisch evenement en dat trekt ontzettend veel aandacht.
En die aandacht die willen we gebruiken om ook die aandacht te vestigen op dat gebied. Dus niet alleen maar op de Olympische Winterspelen. Gaat het net zoals in Beijing dat de complete wijken worden afgebroken, om het zo te noemen? Nou, daar sta ik een beetje dubbel in. Want voor ieder nieuwbouwproject worden wijken afgebroken. Dus daar ben ik niet per definitie tegen. Maar uiteraard zijn daar ook mensen die uit hun huis moeten. Maar persoonlijk moet ik ook uit mijn huis, omdat het een nieuwbouwproject is. Dus dat is niet echt heel vernieuwend. Het is ook mooi om te fotograferen, denk ik, hoe jij eruit moet. Daar ben ik mee bezig. Oké, nou, gefeliciteerd ook. Dankjewel. Je compaan. Ja. Jullie zijn samen winnaar. Reik de prijs uit, zou ik zeggen. De winnaars van de Kennenprijs. Even zwaaien naar de camera's. Nog één ding, nou echt kort, want we hebben haast. Nou ja, zelfs wij hadden dit nooit kunnen maken zonder de vormgevers Kummer en Herman. Dus die horen eigenlijk ook bij het project. Maar die zijn niet aanwezig, dus ze rennen niet het podium op. Er zijn nog veel meer mensen die voor jou belangrijk zijn, denk ik. Ga lekker feesten, jongen. Gefeliciteerd. Dankjewel voor de komst. Kennenprijs. Dankjewel.